jongens en meisjes. De bakker staat 's ochtends vroeg op om broodjes te bakken voor de mensen. De slager op zijn beurt maakt lekkere stukjes vlees, zodat wij 's avonds lekkere stukjes vlees kunnen eten, als mede de jus die eruit gewonnen wordt. De tuinman werkt op noeste wijze in de tuin, ten einde deze een weldig aanzien te verschaffen. En de smid slaat vrolijk fluitend op het hete ijzer in zijn gezellige smidse, waar foto van zijn vrouw en kinderen hem de nodige werklus verschaft. Zo dragen ze alle hun steentje bij aan onze maatschappij. Maar, jongens en meisjes, er zijn ook mensen die de hele dag maar een beetje in hun bed blijven liggen stinken. En het liefste de kantjes ervan aflopen. Behalve natuurlijk als er ergens een feestje gehouden wordt en met gratis drank. Want dan rennen zij plotseling om het hardst om zo snel mogelijk van het geld van de werkman te kunnen profiteren. Deze mensen hebben een slap en leugenachtig karakter. Vaak ook zijn zij niet gespeend van een zeer negatieve uitstraling als mede een ongewassen uiterlijk. Over het geheel genomen maken zij dus een muffe en onhygiënische indruk. Deze mensen noemen wij de werklozen. En ze hebben gewoon een uitkering. Die volgens hen door ons, de oppassende burger, dan maar even opgehoest dient te worden. En jongens en meisjes, onze regering is het blijkbaar met de werklozen eens. En juicht het van harte toe dat wij de werklozen bij het minst of geringste gepiep het geld met koffers tegelijk toewerken. Bovendien laten de hoge heren in Den Haag ook nog eens uit allerlei verre, vieze landen gekleurde en raar pratende werklozen ons land binnenkomen. Deze werklozen gaan bij aankomst gewoon op bed liggen wachten tot wij ze als makkelammetjes ons geld komen brengen. Deze werklozen noemen wij de buitenlanders. Oftewel drugsgebruikers. En zij getroosten zich geen enkele moeite om kennis te nemen van onze rijke cultuur. Bij het horen van namen als Ad Visser en Loekie Knol kijken ze heel laf en ongeïnteresseerd in de ogen. Jullie zullen wel begrijpen, jongens en meisjes, dat voor de werkman de maat nu toch bijna vol is. De werkman wil van zijn rust genieten in plaats van de hele nacht naar het gejammer van een doodbloedend schaap te moeten luisteren. Maar gelukkig zijn er ook nog andere mensen. Mensen zoals Wimpie Bosbo. Die zich niet bang laten maken, maar zeggen waar het op staat. Als wij samen onder leiding van deze inspirerende figuur de moed hebben om de handen in te slaan en schoonschrift te maken, dan zal de werkman en zijn nijvere huisvrouw binnenkort weer een veilig blokje om kunnen maken zonder de hete knoflokadem in de nek. Zo, dit wilde ik even kwijt. Daarbij die molen, die mooie molen. Thank you.